Goedenavond allemaal. Mijn naam is Karin Hannes en ik werk voor de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Ik ben daar een vijftal jaren geleden geland na een lange periode van tewerkstelling in de medische faculteit. En ik beschouw mijzelf in eerste instantie als een sociaal-cultureel pedagoog. Maar de meeste mensen intern, KU Leuven en mijn internationaal netwerk, zullen mij eerder kennen als een methodoloog. Mijn basisonderzoekslijn bestaat er eigenlijk in om methoden te ontwikkelen om inzichten uit kwalitatief onderzoek eigenlijk op een accurate, verantwoorde manier samen te vatten. En dat is een erfenis van mijn verleden in de medische faculteit, waar ik eigenlijk binnen het Centrum voor Evidence-Based Medicine getracht heb om het evidence-based denken en handelen in België voor een stukje mee op de kaart te zetten. En die beweging werd eigenlijk ondersteund door een tweetal grote principes. Ten eerste, alle soorten van beslissingen die wij nemen ten aanzien van cliënten, patiënten en de doelgroep waar we mee werken, die moet eigenlijk genomen worden op basis van wetenschappelijke evidence. En een principe dat daaraan gekoppeld is, dat het soort evidence dat in die beweging naar voren geschoven wordt, dat dat normatief wordt vastgelegd op het feit dat dat over empirisch onderzoek moet zijn. Er was een redelijke consensus over het feit dat dat empirisch moest zijn, maar empirisch is eigenlijk een begrip dat heel veel verschillende ladingen kan dekken. En om dat te illustreren, ik heb gevraagd aan een aantal doctoraatstudenten binnen onze onderzoekseenheid om eens te noteren in een viertal lijntjes wat empirie voor hen betekent. En die lege vakjes zijn niet de afwezigen, maar zijn eigenlijk de studenten die eigenlijk niks konden noteren. Maar zoals je ziet aan de antwoorden die ze gegeven hebben, zit er een grote variëteit in hoe dat mensen eigenlijk empirie benoemen. Maar wat daar vooral bij mij een beetje uitsprong, was het feit dat empirie heel vaak gekoppeld wordt aan iets kwantitatief. Hè. Bijvoorbeeld aan statistische technieken, het beantwoorden of het onderzoeken van een hypothetische vraag. Sommigen gebruiken het ook als een synoniem voor het onderzoeken van bepaalde verbanden of associaties. De connectie met kwalitatief onderzoek was iets minder scherp. Misschien is dat ook niet zo verwonderlijk als we zien dat dat evidence-based denken en handelen eigenlijk heel dominant is, zowel op de universiteit als op een meer politiek niveau. En in die beweging heeft men eigenlijk het experimenteel onderzoek eigenlijk altijd een heel dominante rol gegeven. Dat op zich is ook niet echt problematisch, omdat de interesse van mensen die in dat domein werken vooral lag op het onderzoeken van de effectiviteit van interventies. Dus in die zin is onderzoek dat eigenlijk een causaliteit inhoudt nogal scherp naar voren gesteld. Wat het misschien wel problematischer maakt, zou zijn het gegeven dat dat als enige vorm van onderzoek naar voren zou geschoven worden. Want dat zou betekenen dat de enige correcte manier van wetenschappelijk denken dan zou zijn dat we moeten nagaan of de claims die we eigenlijk maken waar zijn of niet. En het gevaar bestaat er dan in dat we dan ons handelen in de praktijk daar ook nog eens aan gaan linken door te zeggen dat ons handelen moet geënt zijn op die principes die waar zijn. Dat leidt soms tot absurde situaties, want dat zou willen zeggen dat voor die interventies waarvan de effectiviteit dan niet bewezen is, dat we ons handelen zouden moeten uitstellen totdat er evidence zou beschikbaar zijn. Dat is natuurlijk absurd. Hè? Ik denk dat iedereen een soort van spontane reflex heeft om op een empirische manier in zijn praktijk, in zijn leven te staan. Dus ik zou zeggen dat empirie, hè, een van de basisconcepten in mijn titel, vooral te maken heeft met elk soort onderzoeksuitkomst die op de een of andere manier gebaseerd is op onze ervaringen. En onze ervaringen, hoe brengen we die eigenlijk in kaart? Door een soort van zintuiglijke waarneming die verschillend kan zijn. Hè. Dus het kan visueel, auditief, tactiel, olfactorisch zijn. Dus het hele plaatje bij elkaar. Natuurlijk is er een verschil tussen gewoon onderzoeksmatig in de praktijk staan of in uw leven staan en onderzoeken op zich. En de manier waarop we dan meestal dat verschil maken, is door te zeggen dat onderzoek eigenlijk een systematische zoektocht is naar, in het geval van kwantitatief onderzoek, correlaties, effecten. In het geval van kwalitatief onderzoek, een systematische zoektocht naar betekenisgeving, waar we ervaringen eigenlijk van het individu gaan overstijgen door die in te bedden in een soort van systeem, politieke, economische, sociale
kadering. Een van de stellingen die ik vandaag dan wil innemen, is dat die systematiek, waar ik eigenlijk als methodoloog zelf heel sterk voor sta, niet altijd een goede zaak is voor de wetenschap. Een tweede manier om empirie te duiden, is te kijken naar het soort uitkomsten dat we dan als onderzoekers genereren. In het kwantitatief onderzoek zijn dat dan cijfermatige uitspraken die we doen over het fenomeen waarin we geïnteresseerd zijn. Aan de kwalitatieve kant proberen we dan eigenlijk een beeld te krijgen van een bepaald fenomeen en drukken we dat uit onder de vorm van een narratief, een geschreven tekst. Dus het is heel frappant dat als we zeggen dat we een beeld willen krijgen van iets, dat we dat uitdrukken in een tekst en dat dat beeld eigenlijk marginaal wordt behandeld. Dus mijn tweede utopische stelling die ik vandaag wil behandelen is die numerieke en die talige academische geletterdheid. Ik denk dat die zijn tijd gehad heeft. Het mag utopisch zijn voor iets. Dus die twee stellingen ga ik proberen wat dieper uit te lichten. Ik ga beginnen met het aspect systematiek. Ik denk dat wij als methodoloog heel sterk systematiek beschouwen als het vastleggen van methoden in een soort protocolaire standaard die we dan kunnen meegeven aan onderzoekers en waar ze zich op kunnen intekenen. Dat geeft hen een zeker gevoel van veiligheid, maar dat ontneemt heel veel mensen ook de moed om eigenlijk eens met iets nieuws te komen. Want we willen eigenlijk allemaal in die veilige cocon ons onderzoek doen. Een tweede beperking is eigenlijk dat dat denken in en het communiceren van onderzoeksresultaten onder de vorm van getallen en woorden domineert in ons academisch bestel en dat dat eigenlijk die natuurlijke aangeboren reflex van visuele geletterdheid, waar Anne ook al een stukje op geappelleerd heeft, met die ruimtelijke expertise, dat soort van kwaliteiten, dat dat eigenlijk te weinig plaats krijgt. Wat betreft systematiek en die visuele geletterdheid die zo wat verdwenen is, ga ik eerst iets proberen te zeggen over de oorzaken van dat probleem, een beetje de gevolgen bekijken en dan om vervolgens een soort van utopische oplossing daarvoor te formuleren. Ik denk dat de oorzaak van die systematiek en het ontnemen van de goesting om nog iets nieuws te doen vooral te vinden is in die praktijk van het formaliseren. En dat manifesteert zich op verschillende niveaus. Ten eerste in ethische commissies, die een soort van controlerende instantie zijn geworden voor heel veel van ons onderzoek. En op zich is een interesse in ethiek natuurlijk goed. En zijn die commissies natuurlijk nodig omdat heel veel onderzoekers resultaatgericht zijn beginnen denken en dan misschien daardoor ook een stukje van hun sensitiviteit verliezen. Maar wat ethische commissies van ons verwachten, is dat we heel goed uitlijnen wanneer, waar, hoe, waarom, bij wie en voor hoe lang dat we onderzoek gaan doen. Dus men vraagt eigenlijk een hele uitgelijnde procedure die zelfs soms tot heel ridicule situaties leidt, waar men criteria als informed consent eigenlijk als een gegeven standaard gaat nemen, waar je dan soms in een situatie bevindt dat je je eigen informed consent formulier moet tekenen in een soort van autobiografisch onderzoek. Dus het fix gegeven van alles protocolair en regels te gaan vastleggen beperkt eigenlijk onze vrijheid. Tweede, de tekstboekindustrie als controlerende instantie, die eigenlijk heel veel methodologische handboeken schrijft, waarin stap voor stap wordt uitgelijnd hoe dat we een bepaalde methode moeten toepassen, maar die eigenlijk compleet het feit dat een onderzoek in de praktijk of in de reële praktijk, en de mensen die er gestaan hebben zullen het weten, eigenlijk helemaal nooit zo lineair verloopt. Dat dat altijd meestal een heel chaotisch proces is en dat we een soort van valse illusie creëren dat door het uitlijnen van iets lineair mensen eigenlijk op de juiste plaats gaan landen. Hetzelfde met financierende instellingen die ook een soort van controlemechanismen hebben en die van ons verwachten dat onze proof of principle in ons onderzoek eigenlijk bijna bij voorbaat vast ligt. Dat we op voorhand kunnen zeggen wat we verwachten in een onderzoek en dat we eigenlijk op voorhand alle methodologische keuzes min of meer al moeten intekenen in ons onderzoek. Ook daar denk ik dat dat soort van controlemechanismen de goesting en de kans om eigenlijk met iets nieuws te komen en te vertrekken vanuit het nog niet goed weten hoe we dingen moeten aanpakken voor een stukje ondermijnd. En dan uiteraard de methodologen onder ons, ik zie er hier nog in het publiek zitten, die eigenlijk die systematiek vertalen in welomlijnde methoden die we soms ook, laten we zeggen, bijna dwangmatig aan studenten gaan
opleggen of alleszins in onze evaluatie gaan kijken of ze die principes voor een stukje naleven. Dus ook wij hebben daarin een belangrijke rol. Het gevolg is eigenlijk dat we een soort van gebrek aan methodologische creativiteit en innovatie gaan krijgen. Dat wordt heel mooi uitgedrukt, denk ik, door Elisabeth Saint-Pierre, die ik vorig jaar heb kunnen horen, waarin ze zegt dat het niet weten wat je eigenlijk gaat doen, het jezelf loskoppelen van methode en methodologie, dat eigenlijk misschien de enige manier is die je gaat helpen om eens echt met iets vernieuwend te komen. Ik vind dat een heel sterk idee. Ik heb daarom eventjes Leentje Buur gespeeld bij Foucault, die zegt, it's not easy to say something new. En dat is waar. Hè. Ik heb soms in mijn evaluatieformule het criterium creativiteit inzetten als een van de aspecten waar studenten op kunnen scoren. Als studenten mij dan komen vragen, hoe kan ik eigenlijk scoren op dat element? Ja, dan durf ik nog wel eens suggereren van, begin een keer in het midden in plaats van vooraan. En we zullen zien wat er komt. Maar het is eigenlijk heel moeilijk om echt out of the box voor een stukje te denken. Dus mijn utopische oplossing zit voor een klein stukje in het deformaliseren en die verantwoordelijkheid voor ethiek voor een stukje terug te schenken aan de onderzoeker. En we hebben nu vaak de hele vreemde tendens dat wanneer onderzoekers bijvoorbeeld fotomateriaal willen inzetten waarop dat gezichten zichtbaar zijn, dat ze meteen al onder de radar van de ethische commissie verdwijnen, omdat we zogezegd geen gezichten in beeld mogen brengen. Dat zou het principe van anonimiteit bijvoorbeeld kunnen schaden. Dus heel veel van de vernieuwende pogingen worden eigenlijk op een bepaald moment geparkeerd. Dus die verantwoordelijkheid teruggeven aan de onderzoekers en hen eigenlijk meer sensibiliseren ten aanzien van ethische aspecten is een van die dingen. Jezelf durven blootstellen aan het minst denkbare design, dus ook eventjes buiten de normale pistes durven kijken. En vooral het belang van het mentoren van studenten, jonge onderzoekers die dat niet weten, eerder als een obstakel zien dan als een kans om iets nieuws op de kaart te zetten. Dus ik denk dat we moeten ook financieel durven investeren in innovatieve ideeën en ruimte moeten creëren voor protocols waarin het eigenlijk nog niet op alle vlakken even duidelijk is waar het naartoe moet. En dat is ook een appel om hapklare brokken voor een stukje te gaan vermijden in functie van creativiteit. Als we daar nog een grotere flow artistiek willen insteken, zou ik zeggen, vergeet methodologie. We hebben dat tenslotte ook allemaal zelf maar verzonnen destijds op basis van onze eigen ervaringen. Je moet dat niet altijd even serieus nemen, want voor je het weet kluister je jezelf vast aan een bepaald design en geraak je daar soms nog heel moeilijk van los. Je kan eens proberen met te zeggen, ik geef designs en data en analytische methoden die ik tot op heden heb gebruikt volledig op. En ik zie wat daar eigenlijk bottom-up van groeit. En een appel van mij om meer te vertrouwen op uzelf. Om die empirie die we eigenlijk van nature hebben, eigenlijk in de praktijk ook steeds te blijven inzetten door te lezen, te schrijven, te spreken met mensen, gewoon naar de cinema te gaan, te observeren in de publieke ruimte en zo verder. En dat zou ik benoemen met een terugkeer naar de empirie van het concrete. En die empirie van het concrete betekent eigenlijk dat als we tot de essentie van dat concept willen komen, dat we dat moeten strippen van een heel duur methodologisch vakjargon en terug moeten inbedden in die alledaagse werkelijkheid, dat spontaan inzetten van het zintuigelijk waarnemen. Ik zat vorige week met mijn kinderen voor de film Jungle Book. Ik denk dat de meesten die misschien wel gezien hebben. Op een bepaald moment komt daar een scène in waarin je eigenlijk een gat in de struik zit. En ik heb de film natuurlijk zelf gezien, dus ik weet dat daar Shere Khan gaat uitspringen. Maar de kinderen hadden die film nog niet gezien. En op een bepaald moment komt die scène en zegt men een oudste zoon, we gaan een tijger uitspringen. En ik heb de film eventjes stilgezet, vond het bijzonder boeiend dat dat gebeurde en gevraagd, hoe weet je dat nu eigenlijk? Hij zei, ja, dat geritsel van die blaadjes en dan die muziek die daar zo bij komt en dat gat in het midden. En ik heb dat eigenlijk gisteren in een documentaire gezien en daar kwam een tijger uit. Dus eigenlijk hebben wij van nature een soort van aangeboren reflex van bepaalde kwaliteiten eigenlijk samen te brengen om dan een soort van voorspelling te doen van wat er gaat gebeuren.
Dus die natuurlijke reflex van te denken in kwaliteiten is eigenlijk iets wat wij onderzoeksmatig veel te weinig valoriseren. Dus als wij denken in termen van empirie, dan doen we dat in mathematische, numerieke termen. Verbaal, talige discours. Als we een talig discours gebruiken, dan zetten we eigenlijk vooral in op symboliek. Symbolen die ons eigenlijk een toegang geven tot betekenisgeving. En om het verschil eventjes te duiden, want kwaliteiten is ook bij Anne al gevallen, dat is niet toevallig. Anne komt ook uit een meer artistieke sector. Maar ik ga het verschil eventjes proberen te duiden op basis van een boekje dat ik gekregen heb van Chris Nouwelaert. Doctoreert eigenlijk aan de Meid Faculty in Hasselt en heeft in zijn doctoraat de claim naar voren gebracht dat kinderen eigenlijk het talige niet nodig hebben om te begrijpen waarover dat het gaat. En dat ze dus eigenlijk geënt zijn op symboliek. Prinses Anna is een verhaal over een pijnlijke scheiding waar het kind eigenlijk de speelbal wordt van de ouders. Er is maar één prinses Anna, maar de ouders gaan wel in een verschillend huis wonen. De dingen worden verdeeld. En hoe moet het dan eigenlijk met prinses Anna? En prinses Anna maakt eigenlijk heel veel mee op die dag. Ik heb eigenlijk om zijn claim te testen ook stiekem het verhaaltje op mijn kinderen uitgetest. En op deze pagina stelde ik hen eigenlijk de vraag, ik heb het talige eventjes ondergestopt hier, stelde ik hen de vraag na die hele drukke dag van prinses Anna. Ze is moe, ze denkt na, ze geraakt niet goed in slaap. Waar denk je dat ze nu over nadenkt? En daar kwam uit in koor van de drie kinderen tegelijk aan mama. En dat was verrassend, want dat was uiteraard wat er in die tekst stond. Dus dan spoel je die film terug en dan zeg je van... En hoe weet je dat nu, dat ze denken aan mama? Wel, zeggen ze eigenlijk, die zon die daarboven in de venster staat, dat is mama. Ik zeg, hoe, dat is mama? Ja, want eigenlijk die zon komt op elke pagina waar er over mama gesproken wordt, zit die zon in. Dat was mij compleet ontgaan. Maar mijn kinderen hadden dat eigenlijk gewoon heel gemakkelijk opgevat. Dus die hebben een soort van spontane reflex om symboliek in termen van beelden te gaan koppelen en daar eigenlijk inderdaad een verhaallijn uit te creëren die bij ons eigenlijk ondergesneeuwd blijft, omdat wij natuurlijk getraind zijn in het talige en ook daar voornamelijk op inzetten. Om dan het verschil te maken met het denken in termen van kwaliteiten, wat veel sterker aanwezig is in de artistieke sector, in de taal van het artistieke. Hoe kunnen we die kwaliteiten die mijn zoon eigenlijk zo mooi bij elkaar gepuzzeld heeft, die auditieve, dat geritsel, dat centrale gat dat we daar gezien hebben bij Jungle Book, hoe kunnen we dat gebruiken in onderzoek? En dan gaat het over combinaties van lijnen, vormen, kleuren, ruimtelijke invulling en zo verder, die eigenlijk artiesten gebruiken om een bepaald artefact of een object te creëren. Dat zal ook in architectuur bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen. Maar als we een aantal van die dingen gaan combineren, dan groeien daar een aantal principes uit, zoals het spelen met balansen, het spelen met een centrum van interesse, en dat gat zou zoiets kunnen zijn bijvoorbeeld, het maken van contrasten en het spelen met de herhaling van bepaalde vormen en lijnen die dan een toegang geven tot symboliek. Ik weet niet of jullie durven gokken op het beroep van deze persoon. Wat denk je, het eerste zicht? De methodoloog. De methodoloog? Aan welke kenmerken zie je dat? Als je het natuurlijk niet kan koppelen aan bepaalde kwaliteiten die je ziet in het beeld, dan wordt het eigenlijk een soort van gis en mis of trial and error verhaal. Kan ik eens dezelfde oefening doen voor deze foto? Wat is het beroep van desbetreffende dame? Het zit bij iedereen in het hoofd, maar het is moeilijk om het eruit te spreken. Het is een foto uit de jaren 30 en het is een dame die als beroep eigenlijk in de prostitutie zit. En hoe weten we dat? Ten eerste door die houding van die stoel, die kledij geeft ons toegang. Maar ook de vorm die ze gebruiken ter hoogte van wat ze met de benen doen. En dat is een soort van vorm die eigenlijk in de reclame ook heel sterk gebruikt wordt. Waarom? Omdat seks natuurlijk heel goed verkoopt. En dus het spelen met die lijn en die vorm wordt eigenlijk in heel veel
van onze beelden of advertenties teruggebruikt. Men stamt eigenlijk uit die periode. Vaak wordt dat dan bijvoorbeeld nog gekoppeld aan bepaalde kleur. Hè. Dus blauw is eigenlijk de kleur van de zakelijkheid. En wat men hier eigenlijk tracht te verkopen, is die computer hè, die daar centraal staat. En zoals jullie weten, hè, dus de combinatie van het blauwe... De combinatie van het blauwe met de vorm, die eigenlijk een seksuele connotatie heeft, wordt eigenlijk heel sterk gebruikt in het reclamebeeld. Hier zou je kunnen zeggen dat de maker van het beeld nog iets heeft van zij weten het niet, maar ik weet het wel. Als je dan nog een beetje verder trekt, waar je nog bijkomende kleuren gaat binnenbrengen. Hier gaat het zelfs niet meer over de computer die moet verkocht worden, maar over het flesje parfum dat dan dezelfde kleur heeft, bijvoorbeeld als de sjaal en eigenlijk de gaze van het publiek in die richting leidt. Maar is een combinatie van het spelen met kwaliteit en met symboliek. Zoals jullie zien zit er een ontzettend groot fallosymbool in dat eigenlijk niemand zal ontgaan zijn. En in dit geval gaat de maker ervan uit, oh, jullie weten het en ik ook, maar door het ridiculiseren ervan krijgt het eigenlijk een extra aantrekkingskracht. En dus het beeld en het denken in termen van kwaliteit is eigenlijk heel prominent aanwezig in ons dagelijks leven, maar we valoriseren dat niet in ons onderzoek. Hè. Dus de reden daarvoor is dat we een soort van ongezonde weerstand gekweekt hebben tegen verandering, waarin we eigenlijk bijna gaan zeggen dat het artistieke en het wetenschappelijke twee volledig aparte kennissystemen zijn en dat we in een wetenschappelijke academische omgeving eigenlijk niet moeten bezig zijn met iets artistiek. Dat is een beetje de verdeel- en heerspolitiek die we gebruiken door te zeggen dat artistieke, ja, dat laat dat dan maar aan de kunstscholen, daar moeten wij ons als wetenschappers niet mee bezighouden. Maar dat is een soort van geschiedenis die zich herhaalt, omdat we die in het verleden ook al gekend hebben, daar waar het interpretivisme zich bijvoorbeeld is gaan afzetten tegen iets als het positivisme. Je zou denken dat we daar ondertussen uit geleerd hebben. Want het gevolg is eigenlijk dat we die natuurlijke capaciteit die we hebben om kwaliteiten te zien en te betrekken, dat we die niet valoriseren. We bouwen die eigenlijk in het onderwijs zelfs eerder nog af. Hè. De prentjesboeken verdwijnen op het moment dat mensen veranderen van de kleuterschool naar de lagere school. Ik denk dat dat een spijtige zaak is. We focussen nog te veel op dat iconografische of symbolische en daarin negeren we die belangrijke rol die die kwaliteiten op zich eigenlijk kunnen spelen. En we negeren meteen ook een belangrijk onontgonnen potentieel in onze studenten en de jonge onderzoekers om bijvoorbeeld op een artistiek geïnspireerde manier een fenomeen niet alleen scherp te krijgen, maar ook te kunnen communiceren naar een publiek. Hè. Mijn neefjes van 12 die een spreekbeurt voorbereiden, die zijn eigenlijk bezig met een compilatie van geluid en contrast en kleur om dat vorm te geven. Voor mij is dat wereldvreemd, maar ik denk wel dat daar een heel deel van onze toekomst in zit. Dus die utopische oplossing van mij zit erin van gewoon te kijken naar wat er gebeurt in de samenleving en die digitale tendens voor een stukje te leren zien. We moeten dat eigenlijk binnenbrengen in ons curriculum op de een of andere manier. Ik denk dat we niet anders kunnen. Maar we moeten dat vooral niet labelen als iets artistiek, want we associëren dat artistieke te veel met die wicked personalities die dan van alles doen met kunst. Maar eigenlijk heeft dat een belangrijke rol om ook kritische studenten te kweken die het inzetten van die kwaliteiten in ons dagelijks leven voor een stukje kunnen leren analyseren en vooral dan die manipulatieve manier waarop dat we dat doen. Dat betekent dus dat we onderzoekers een stukje creatieve ruimte moeten gaan geven om hun onderzoeksresultaten kenbaar te maken op de manier die zij wensen en die hen eigen is. En bij een jonge populatie zal dat beeld een belangrijke rol spelen daarin. Dus ik denk in een tijdperk waarin die studentenonderzoekers websites ontwerpen voor projecten, videobeelden, animatie inbouwen. In hun onderzoek ook wordt die artistieke geletterdheid voor mij een stukje ook die nieuwe alfabetisering waar we op moeten gaan inzetten. Omdat, en dat vind ik dan zelf, dat heb ik zelf ervaren, het eenzijdig uzelf richten op een numeriek en een talig discours. Voor mij heeft dat altijd aangevoeld als moeten vliegen met één specifieke vleugel, wat er een stukje is weggeknipt. En ik denk dat dat voor veel jongeren van vandaag ook een stukje wereldvreemd aanvoelt van enkel op dat numerieke en dat talige te moeten werken. Dus, utopie 1. Stop die systematiek voor een tijdje in de doos op zolder en breek
laat dat tijdperk van de flow artistiek eventjes doorbreken. Een tweede utopie, misschien moeten we op die kwaliteiten en de artistieke inzetten om onze studenten voor te bereiden op hun toekomst. En voor die mensen die zeggen dat dat in een academisch milieu eigenlijk flauwe zever is, zou ik zeggen dat er toch al mensen zijn die ons hebben voorgegaan in dat soort van traject en waar we inspiratie uit kunnen putten. Ik zou willen afsluiten met deze slide die iets zegt over het jaar 2015. Dat is het jaar van de Shenyang, het jaar van de geit. En misschien hebben een aantal mensen de persoon in het plaatje bovenaan al herkend. Steve Jobs. Dat moet ik eigenlijk aan de mensen dan niet meer voorstellen als ik zijn naam laat vallen. China heeft voor mij een speciale betekenis. China heeft heel veel van onze westerse gebruiken eigenlijk overgenomen. Maar wat ze niet van ons hebben overgenomen, is ons alfabet en onze manier van schrijven. En ik denk dat ze groot gelijk hadden. Waarom? Omdat ze de kunst verstaan om eigenlijk concepten visueel eigenlijk neer te pennen. Steve Jobs is op zich in feite niet zo interessant. Wat Steve Jobs interessant maakt, is dat hij op het einde van zijn leven eigenlijk calligrafie is gaan studeren. En hij deed dat met een heel specifieke doelstelling. Namelijk, hij dacht dat als hem de code van de Chinese taal kon kraken, dat hem dat eigenlijk zou helpen om die interface van zijn computers gebruiksvriendelijker te maken. Dus hij verstond eigenlijk die taal om die dingen te doen die hem konden verder helpen in het begrijpen van hoe mensen met dat visuele aan de slag gaan. En in al mijn contacten met mensen uit de artistieke sector en aan heilige hoort daar zeker bij. Eén ding dat mij altijd opvalt bij die mensen is dat die de kunst verstaan om zichzelf zo permanent te heruitvinden. En ik denk dat excellentie in academia misschien niet alleen moet focussen op mensen die kunnen uitvinden, maar dat we misschien actief moeten zoeken naar dat soort mensen dat zichzelf permanent kan heruitvinden. En ik denk dat dat een heel belangrijke kracht is van een academisch milieu. En daar wil ik het bij houden.